Er zijn two things certain in life, death and taxes. Maar die combinatie van praktische content en software, dat heeft niet één van onze concurrenten. Welkom bij The Future of Finance. Met bij mij te gast de managing director van Nextens, Daan van Zanten. Daan, van harte welkom. Voor die mensen die het niet kennen, wat doet Nextens? Nextens is een softwarebedrijf dat aangifte software maakt voor belastingprofessionals. Maar ook content publiceert. Daan, over het vak? Over het vak, ja. En jullie zijn onderdeel van RIE, toch? Ja, van RELEX. Oké, okay. Kun je iets van de historie vertellen? Van hoe dat zo is gekomen en wat het nu is? Ja, het is in 1984. We zijn binnen de RIE Business Portfolio begonnen met het creëren van aangifte software. Echt op floppies. Dus van die oude floppies werd het gemaakt. Het was een desktopprogramma wat je dan installeerde, waar je vanuit werkte. En dat is het eigenlijk langzaamaan doorgegroeid tot het echt een groot onderdeel werd. Ja. Tien jaar geleden, tot het echt geëxplodeerd is. Zijn we ook naar de cloud gegaan. Ja. En sindsdien is het echt een enorm groeiend product. Zijn we ook de content zijn we aan het koppelen. Zodat we ook zeg maar, van een traditionele printuitgever veel meer naar een softwarebedrijf gegaan zijn. En waarom heet het Nextens? Dat is een brandname die een x-aantal jaar geleden op een juist gewoon gekozen is. Er zit geen filosofie. Ah, what's next? En Nextens. Ja, ja. Hey, en als ik nou, zeg maar, er zitten heel veel ondernemers te kijken. En sommigen die, best wel veel ondernemers, die vinden dit gewoon een saai onderwerp. Hè? Boekhouden en alles. Ja. Wat maakt het voor jou boeiend? Want jij bent managing director. Wat maakt het voor jou boeiend? Ja, ik bedoel, het is zeg maar misschien het product aan zich, zeg maar boekhouden, kan gezien worden als saai. Uiteindelijk is het een wezenlijk onderdeel van wat heel veel bedrijven moeten doen van dag tot dag. Ja. Ik bedoel, zegt iedereen, er zijn two things certain in life, death and taxes. Taxes werk, ik ben geen begrafenisondernemer, maar ik werk wel in belastingen. Ja. Maar software aan zich is natuurlijk geen enorm vooruitstrevend. Als je kijkt wat er allemaal gebeurt aan ontwikkeling in de markt qua producten, artificial intelligence, analytics, data. Ja. Het zijn allemaal wel onderwerpen die spelen bij Booking.com, speelt bij Google, speelt bij Amazon. Allemaal hele grote partijen. Ja. Bij ons speelt het ook. Ja. En dat maakt het ontzettend interessant. Hey, en je zei net software en aan de andere kant heb je het over een soort van publishing tak. Ja. Dat zijn wel twee hele verschillende takken van sport, toch? Ja, totaal anders. Maar hoe heb je dat georganiseerd dan? Nou, we hebben een content team, we hebben een IT team. Maar we vallen wel alle twee onder de product group. Dus werken wel samen. En wat we nu heel erg mee bezig zijn, is zeg maar de fiscaal totaal content. Dat is zeg maar ons contentproduct. Om dat helemaal te integreren in de software. Want de content is namelijk wel heel erg nuttig bij het invullen van je aangifte, bij het geven van adviezen. En de vragen ontstaan waarschijnlijk ook. De vragen naar die content ontstaan tijdens het invullen. Ja. Hoe zit dit en hoe zit dat? Ja, een verandering in belastingwetgeving. Dus iets verandert in wetgeving. Daar publiceren we daar informatie over in de content. Maar dat is ook weer heel erg nuttig bij het invullen van je aangifte. Hoeveel van dit soort partijen opereren er in Nederland? Als je het hebt over het competitive field, zeg maar, zijn er veel partijen die dit soort diensten aanbieden? Een x-aantal partijen. Ik bedoel, ik denk dat je voor onze directe concurrentie, dat er misschien 4, 5 zijn. Maar er zijn ook heel veel andere kleinere spelers die het ook doen. En van die 5, of denk ik van de 5 spelers, is er zeg maar een top 3 en daar zijn wij de 1 van. En zijn jullie dan de 3 of de 2 of de 1? Uit mijn perspectief zijn we nummer 1. Ja, ik bedoel, de incumbent in de markt ooit begonnen als eerste. Ja. Maar als je kijkt naar verschillende klantsegmenten, zijn we wel sterker in een bepaald segment dan bijvoorbeeld weer iemand anders. Ja, ja, ja. Want kijken naar klantsegmenten, focussen jullie op specifieke klanten of boeit het niet iedereen die aangifte moet doen, die kan jullie software gebruiken? In principe kan iedereen aangifte doen, onze software gebruiken. Alleen zit er wel een verschil in, zeg maar. Het is best wel een heel uitgebreid pakket. En we zitten wel heel erg op de innovatie en het doorvoeren van nieuwe dingen. Dus als je echt begint net in de markt, dan kan je wel zien dat wij misschien een wat uitgebreid pakket zijn. Ja, wat weer maar high-end of zo. Ja. En dat zijn administratiekantoren, accountants, dat soort boekhoudkantoren. Ja. Dat zijn jullie klanten. Ja. Zijn dat vooruitstrevende mensen? Niet dat is altijd. Geen open vraag, ik doe maar. Hoe vooruitstrevend zijn die mensen? Die mensen zijn, dat kan je ook segmenteren. Sommige klanten zijn wel heel vooruitstrevend, kijken heel erg naar nieuwe technologieën, kijken naar hun eigen workflow en kijken naar hoe kan ik dat zo optimaal mogelijk inrichten en gebruik maken van software. Ja. Maar je hebt ook sommigen die echt gewoon houtje-touwtje nog zeg maar in te kloppen van handmatig van het ene systeem met het andere systeem, Excelletjes bij zitten te houden. En de industrie aan zich is wel langzaam in het zeg maar, accepteren van verandering. Dat is misschien ook wel goed. Dus, tenminste, ik ken mezelf en ik snap niks van deze materie. En ik ben heel blij dat ik een hele saaie
meneer heb. En die, daar heb ik heel erg veel vertrouwen in. Dat ja. En die moet vooral niet te wild en te creatief zijn en zo, toch? Nee. Nou, die dat is ook niet. Nee, maar ik denk dat je het wel aan de hand van analyses, et cetera, je kan het wel efficiënter inrichten. Ja. Als je in je werkproces efficiënt inricht en vervolgens de ruimte creëert voor jezelf, het gebruik van makend van software, een nieuwe analyse erop los te laten, kan je misschien wel weer dingen naar voren halen waarbij je eindklant beter kan helpen. Ja, ja. Want jullie werken, dat zegt natuurlijk elk bedrijf, maar jullie werken heel actief met jullie klanten samen. Hè? Ja. Hoe geef je dat vorm, zoiets? Nou, voor mij, zeg maar, als organisatie is customer centricity, zeg maar, een van de strategische hoofdthema's. Ja. Dus customer first. Ja. Dat hebben we aan de productzijde ingericht door een klantpanel op te richten. We zijn heel actief naar onze klant toe gegaan en gevraagd of ze mee wilden denken met ons. En binnen het klantpanel hebben we ook nog, zeg maar, een subgroepje. Dat heet de Customer Advisory Board. Wat dan, zeg maar, een groep is die we veel intensiever nog betrekken bij productontwikkeling. Ja. Bij productontwikkeling, maar ook, zeg maar, bepaalde veranderingen in marketing, messaging. Dat proberen we allemaal bij klanten te testen. En is het ook echt zo dat ze invloed hebben? Want mijn ervaring is bij heel veel bedrijven dan, oké, het product is af. En dan laten we de klant, die vragen even wat ze van vinden. Maar als het al te lastig is, dan negeren we het en we gaan lekker door. Maar je kan ook zeggen, we vragen ze helemaal aan het begin al. En op basis van hun input bepalen we ook wat voor productontwikkeling of hoe we ons product willen ontwikkelen. Ik denk als je teruggaat in tijd, zeg maar hoe we nu naar kijken en het verleden naar keken. Ik denk dat je een aantal jaar terug ging dat we heel erg een product-centric organisatie waren. Waar we wel naar klanten luisteren, maar toch heel erg vanuit producten ontwikkelen waren. Voor mij dit customer centricity betekent ook echt dat we de klant vragen wat er speelt. Wat zijn hun problemen? Niet specifiek wat is de oplossing, maar wat zijn de problemen? Ja. Proberen wij na te denken over wat de oplossing zou kunnen zijn. En dat leggen we terug bij de klant. En dan is het een beetje een heen en weer. Ik noem het, zeg maar, continuous test and learn. Ja, ja. Terug naar de klant, verbeteren, terug naar de klant, verbeteren. Hoe kom jij in deze branche terecht? Ik ben ooit in Relics begonnen, zeg maar het corporate hoofdkantoor in Londen. En vandaar ben ik de organisatie ingegaan. Altijd al gewild? Altijd, zeg maar, de operatie ingewild. Nee, ik bedoel daarvoor, als kind. Als kind? Ja? Jeetje, Mina. Nee, moeilijke vraag. Ik wilde altijd bij de marine. Wat, bij de marine? Ja, Corps Mariniers. Maar daar is niet van gekomen, of? Ik ben wel ingeschreven, et cetera. Uiteindelijk een beslissing voor mezelf gemaakt dat dat misschien toch niet de langetermijn ambities waren. Maar daar kwam ik pas op rond mijn 29e achter. Waarom wilde je bij de Corps Mariniers? Avontuur. Ja? Ja, prachtig. Heel actief jongetje altijd geweest. En altijd heel veel wedstrijd gezeild. Dus de Navy trok mij gewoon wel. Ja, ja, ja. En dan zit je nu... En ben je blij met het pad wat je nu bent opgegaan? Ja, maar uiteindelijk... Kun je daar wel... Het klinkt nu bijna cynisch. Ja. Maar zo bedoel ik het niet. Maar kun je daarin kwijt wat er in dat jochie zat, zeg maar? Ja. Voor mij is het namelijk wel... van nature vind ik leidinggeven heel leuk. Dat vond ik toen al heel leuk. En uiteindelijk, de Corps Mariniers was het een officiersopleiding geworden. Werk je ook met een groep mensen samen om, zeg maar, een strategie uit te stippelen en je doelen te behalen. Ik denk dat het uiteindelijk precies hetzelfde hier is. Ja. Je team is, zeg maar, je platoon. Ja. Ja, ik bedoel, ja, met een beetje fantasie beginnen te zien. Ja, ik snap de sfeer op jullie kantoor nu. Hey, laten we eens even kijken naar de markt. Hè. Wat zijn nou ontwikkelingen? Je noemde er net al een paar, hè, technologische ontwikkelingen, maar misschien ook. Wat zijn ontwikkelingen die jou op dit moment vanuit jouw rol bezighouden? Automatisering is, zeg maar, de drijfveer achter de markt. Ik bedoel, wat je ziet is, zeg maar, dat door de Belastingdienst heel veel gewoon automatische aangiftes, vooringevulde aangiftes, veel meer geautomatiseerd wordt. Dat is een trend, standaardisering. Dus wat je ziet bij de boekhouding, vanuit de EU is dat nu heel erg aangestuurd, dat de standaarden moeten, zeg maar, door alle boekkeepingbedrijven aangenomen worden. Nou, in Nederland heet dat RGS. Ja. Dat betekent dat de output van boekkeeping hetzelfde eruit moet zien van elke boekkeeper. Dat betekent voor ons dat wij er moeten voor zorgen dat wij daar goed op aansluiten. Ja. En koppelingen, voor ons is dat essentieel. Ja, dus andere systemen. Ja, de efficiëntie, zeg maar, van data. Ik zeg al, op het moment dat het bedrag de bankrekening van de ondernemer raakt, tot aan de Belastingdienst, moet dat cijfer eigenlijk vloeiend door de systemen gaan, zonder al te veel handmatige... Met alle risico's van dien. Want hoeveel systemen heb je het gemiddeld over? Als je nou een gemiddelde MKB of MKB plus... Hè, dus het gaat niet over de grote corporates, maar gewoon de... Hoeveel systemen heb je dan? Heb je het dan over enkelen? Of? Nou, het ligt aan, zeg maar, het administratiekantoor. Hoe vooruitstrevend ze zijn, hoeveel verschillende softwares, oplossingen. Maar uiteindelijk heb je basisdingen, zeg maar, je boekhoudpakket, je rapportagepakket,
je aangiftepakket, heb je nog je CRM erboven. Ja. Nog misschien wat andere procesmatige tools. En heb je, ik bedoel, je hebt verschillende. Maar het gaat erom dat die data dus vloeiend van één systeem naar het andere systeem loopt. Ja, met zo minder mogelijk handwerken tussen. Ja. Ik zeg altijd intern heb ik het alt-tab. Als je dat trucje kent op je keyboard. Ja. Ik wil eigenlijk in het ene systeem klop je een cijfer in, druk je op enter. Doe je alt-tab, staat bij ons, staat het erin. Ja. En dat je niet het gevoel hebt dat je een ander product aan het werken. Zelfs die alt-tab wil je op een gegeven moment nog... Maar daar ben ik nou heel hard aan... Dat bedoel, dat is voor mij de push dit jaar. Daar zijn we heel erg hard aan het werk om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat klanten niet meer het gevoel hebben dat ze in twee systemen dat werken. Dat het seamless gaat. Ja. Ja. En hoe belangrijk, hoe afhankelijk zijn jullie? Ik kan me voorstellen, aan de ene kant wil je innoveren, want op IT-gebied, wat je zei, hè, die software-tak is echt IT, en even los van die content. Er valt zoveel te innoveren. Maar tegelijkertijd zit je natuurlijk vast aan regelgeving en aan belastingwetgeving. Is dat lastig? Lastig, ja. Ik bedoel, wetgeving in Nederland is extreem complex. Hm. Dat betekent dat de rekenregels die je software op moet nemen heel complex zijn. Dat betekent niet dat je niet kan innoveren. Je kan nog steeds zeg maar, de snelste platforms neerzetten. Je kan nog steeds ontzettend op het IT-hardware-gebied kan je heel veel doen. En aan de front-end, bij ons, zeg maar, wat je echt naar de klant laat zien... kan je weer heel erg innovatief zijn met de analyse waar ik het over had. We hebben zoveel data wordt gegenereerd in al die verschillende softwarepakketten. Ja, daar moet je wat mee. En heeft, want de hele wereld praat tegenwoordig over AI en machine learning en zo. Heeft dat voor jou al zeg maar, echt waarde... Doen jullie daar dingen mee of zijn er nog buzzwords? We doen er de eerste stapjes. Dus voor ons, we hebben adviessignalen die automatisch getriggerd worden aan de hand van de data in de aangiftes. Dus bijvoorbeeld, er komt nieuwe wet en regelgeving. Dat betekent dat er iets verandert. Dan automatisch kijken wij hoe die content, dat wordt omgezet in rekenregels, zeg maar in software. Dat doet dan volgens een analyse op het volledige klantenbestand. En dat stuurt dan een signaaltje naar een eindklant van ons, administratiekantoor, en die zegt... Voor de volgende 10 klanten in jouw segment is dit relevant. En dat proberen we steeds meer wel met machine learning zeg maar, slimmer te maken. En is het ook echt een adviestool die de boekhouder adviseert? In de zin van, als je dit bedrag nou zo doet en dat bedrag zo... en je sleutelt het zo en linksom en rechtsom... en dan is het uiteindelijk beter? Daar willen we heen. Dus zeg maar, dat is wel tricky, hè? Want belasting is zeg maar, dat is echt een... Na de periode. Dus altijd belastingadvies gebeurt in principe als het jaar al voorbij is. Je er weinig aan kan doen. Ja. Wij willen echt naar dat in-period advice. Ja, dus dat je kijkt van hoe de trend nu is in je boekhouding. Ja. Verwachten wij dat dit de impact is op je belasting. Als je de volgende kleine paar dingen aanpast, dan heb je een voordeel. Maar dat is natuurlijk onwijs tricky. Dus tricky is ook... Kijk, uiteindelijk wil je als ondernemer... Je wil gewoon uiteindelijk... Ik heb maar één... Als mijn boekhouder vraagt, wat wil je van mij? Dan zeg ik dat er zo min mogelijk geld naar de Belastingdienst gaat... binnen de regels van de wet. Dat is toch wat elk ondernemer wil? Ja, dat is als je de why, de how en de what. Ja. Dat hebben we ook zeg maar als de why van onze organisatie. Is dat iedereen moet in principe zo geoptimaliseerd mogelijke belastingaangifte indienen. Ja, dat zeg je betekent, het minste betalen wat ze moeten. Ja. Als we dat eens doortrekken naar een aantal jaren verder... Hè, dus pakken we eens bij Doesruig, 10 jaar, dan ben je er nog, want je komt net kijken. Ja. Dus dan ben je echt van het snelgroeiende bedrijf Nexens... ben je nog steeds de managing director. Ja. Zijn jullie klanten er dan nog? Ja. Want er zijn natuurlijk, Want er zijn natuurlijk allemaal scenario's... dat robotisering en dat gebeurt allemaal... De computer doet het wel. De ambitie van de Belastingdienst is in principe... dat er dus heel weinig handmatig werk tussendoor zit... Dat gaat alleen werken als je ook de belastingwetgeving een stuk simpeler maakt. Uiteindelijk zijn er te veel dingetjes waar je over na moet denken. Klein vinkje hier, dit is van toepassing op deze eindklant. Dat is niet van toepassing, dat is wel van toepassing. Dat is niet te automatiseren. Nee, dus niet voor niks dat op dit moment de Belastingdienst natuurlijk... Dus ik wil niet zeggen dat het een puinhoop is, maar het is natuurlijk wel. Ja. Komt dat goed eigenlijk daar? Want dat over software gesproken, die kan wel een update gebruiken, of niet? Die zijn heel druk bezig met hun software. Ja. Daar hebben wij af en toe wel last van. Last van, ja. Want kun je zoiets updaten? Want dat is een spaghetti-werkje. Hoe wij het doen, het is niet updaten, maar je bouwt gewoon een taalnieuw iets ernaast. En je doet het gewoon een parallel. En op een gegeven moment... Zet je het over. Slinkt de oude. Maar kan de Belastingdienst dat doen? Waarom niet? Het is een enorm softwareproject alleen. En daar moeten ze wel budget voor hebben. En dat hebben ze niet.
En de, ja, en de energie en de push. Wat zou jouw advies zijn? Het is wel leuk, daar heb ik niet over nagedacht over dit onderwerp. Ja, maar het is super relevant, want er is nogal wat gaande bij de Belastingdienst. Wat zou jij, stel je wordt morgen chief van de Belastingdienst, hoe zou jij het aanpakken? Jeetje mina, bedoel, het is natuurlijk extreem politiek gedreven. Ja. En heel erg korte termijn. En dat, ja, is een beetje het nadeel. Ja. Als je nou gewoon gaat naar de core van de belasting, bedoel, wat al jaren bestaat, dat is gewoon het innen, het heffen van belastinggelden. Ja. Het moet niet zo extreem politiek gedreven zijn. Nee. Ik bedoel, de kern daarin is vanuit het robotisering. Dat is hun ambitie. Nou, dan moeten ze wat mij betreft nadenken over 5 tot 10 jaar waar zij willen staan. Als je het aan mij vraagt. Ja. Wat is hun visie? De why, de how en de what voor de Belastingdienst. En werkt dat terug in strategische goals, zeg maar, ja, over de korte termijn. Maar stabiliteit, performance en zoveel mogelijk robotiseren is natuurlijk voor hun de opportunity. Ja, maar dan moet het simpeler en logischer. Veel simpeler. Ja, dan bedenken we belastingwetgeving. Ik bedoel, de hoeveelheid schalen, tiers, et cetera. Ja, te, ja, complex. Ja. Hey, maar de boekhouder en de accountant en de mensen die in die branche werken, jullie klanten, die blijven hun bestaansrecht per definitie houden of alleen onder bepaalde voorwaarden? Boekhouder zou je zien dat vooral automatisering daar, omdat het natuurlijk voor allemaal volgens standaarden en regeltjes gaat, dat je daar wel veel meer, zeg maar, de cijfers het over ziet nemen en, ja, en systemen. Ja. Maar uiteindelijk, een klant wil uiteindelijk wel advies hebben. Ik bedoel, ja, dat gaat de computer niet geven. Ja. Misschien, wat wij willen, we willen wel automatisch advies geven. Ja. Maar iemand wil het toch nog uitleggen. Ja. Die dan ook nog een beetje de content en de theorie weet. Dus de boekhouder en de accountant van de toekomst wordt meer adviseur? Ja, adviseur. Gewoon een corporate advisor. Denk ik, ja, iemand die advies geeft. Niet alleen op dat gebied, maar eigenlijk wat je vroeg. Ook dat in-period en pre-period. Van als, ja, je het zo aanpakt en als je dit doet. Als je nadenkt over de visie van een organisatie. Hoe kun je dat, zeg maar, aanpassen over de periode om uiteindelijk je belasting te optimaliseren. En daarmee wordt jullie contentstrategie ook weer belangrijker voor de komende jaren. Ja. Want dat hebben ze dan heel hard nodig. Zoals, ja, ja, dat is, daar zijn we wel uniek in. Zeg maar, ja, die combinatie van praktische content en software, ja, dat heeft niet één van onze concurrenten. Dus dat is, zeg maar, ons voordeel. Goed verhaal. Spannende jaren to go, ja, Daan. Ik wens, ja, je heel veel succes mee. Dank je wel voor dit gesprek. En dank je voor je tijd, Ron. En dank je wel voor het kijken naar een aflevering hier van The Future of Finance op cvdtv.nl. Wil je meer kijken, volg ons op ons YouTube-kanaal. Voor nu, dank je wel. Hoi.